naam is Mark Boeikens. Ik ben general manager van de firma ISS Pest Management Solutions. Is een onderdeel van de Deense groep ISS. Is een groep actief in de facilitaire dienstverlening. Schoonmaak, catering, technisch onderhoud. We zijn in België met een 130-tal medewerkers. Onze afdeling dan tenminste. En we zijn gespecialiseerd in ongediertebestrijding en gebouwenzorg. De samenwerking met de Gouden Gids bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Er is het traditioneel gedeelte, dus de advertenties in de Gouden Gids boekdelen. We adverteren ook op het goudengids.be gebeuren, dus de MySite. We hebben een eigen website via goudengids.be. En daaraan gekoppeld is het gedeelte, de Google Advertising, dus het SEA gebeuren. Het komt erop neer dat wij in eerste instantie de content aanleveren, de zoektermen. Maar de mensen van goudengids.be gaan dan met die zoektermen combinaties maken op basis van hun expertise. Dus zij weten beter dan ons welke combinaties van woorden mensen gaan opzoeken. Dus wij geven bijvoorbeeld door mieren, omdat het in onze dienstverlening zit. Zij maken dan combinaties bestrijden van of problemen met mieren. En dan zie je inderdaad nu de laatste maanden, ook met de introductie van de nieuwe website, dat er toch wel een zeer duidelijke verbetering is van de resultaten. Voor de verschillende onderdelen zijn er wel verschillende contactpersonen, maar er is één dossierbeheerder die in principe de vragen van onze kant uit naar die mensen dispatcht, alhoewel dat het contact ook rechtstreeks verloopt. Voor een aantal zaken is het een kwestie dat je de zaken op punt zet, zoals het Gouden Gids online gebeuren, dus dat je weet hoe dat je die MySite invult. De structuur is iets dat zij onderhouden, maar wij kunnen zelf de teksten invullen, wijzigen, foto's toevoegen. Dat is ook zo het geval met de website. De samenwerking met de Gouden Gids verloopt goed. Zoals gezegd, het is een wisselwerking. Vraagt ook de nodige aandacht, zoals in de voorbije maanden. En dat willen we ook blijven verder zetten voor de toekomst.